Ik heb 3 gasten vandaag. Dat zijn Eva Huigen van Bouwfonds Rijn, Portfolio Manager Europe Residential RE. Erik Groen, directeur ABC Management Groep. En Job van Zomeren, directeur van Era Contour. Welkom. Goedemorgen. Nou, het eerste wat ik jullie ga vragen is, wat was voor jullie vanmorgen het meest opvallende vastgoednieuws? Eva, aan jou als eerste. Nou, er zijn er eigenlijk een aantal, maar het meest spraakmakende, zeker in mijn aandachtsgebied van mijn werk, is wel dat de Kamer in Amsterdam €493 is. Dat het eigenlijk aan de hoge kant is voor Amsterdam. Erik, wat was voor jou het meest opvallende vastgoednieuws? Nou, het meest opvallende was misschien wel wat het juist meest niet opvallende moet zijn. Want dat eindgebruikers minder vierkante meters willen. Dan denk ik van ja, als dat nu het nieuws van deze dag nog is. Dan denk ik van ja, dan moeten we met elkaar toch echt wakker gaan worden in dit ontbijtnieuws. Dankjewel. Wat was voor jou vanmorgen het meest opmerkelijke vastgoednieuws? Nou, mij vallen over het algemeen altijd de positieve dingen het meest op. Dus dat zit een beetje in mijn karakter. En nou ja, dat Rabobank nu ook inziet dus dat die bodem van die woningmarkt daadwerkelijk in zicht is. Ja, dat maakt me altijd wel weer blij. En dan even zo'n berichtje erachteraan dat het even wetenschappelijk onderbouwd wordt. Dat is altijd wel zo prettig. Ja. Eva, jij bent straks ook lid van de Ronde Tafel. En het gaat over de studentenhuisvesting. Want daar gaan jullie in investeren. Tenminste, jullie hebben in april bekendgemaakt dat jullie die weg in gaan slaan. Exact. Waarom is het nu de juiste tijd om in studentenhuisvesting te investeren? Het is een heel goed moment omdat het nog steeds een segment is waar de vraag heel hoog is. Zeker als je het vergelijkt met andere vastgoedsegmenten zie je dat nou ja, de vraag is weggevallen. Maar in de woningmarkt, in de huurwoningenmarkt en zeker ook in de studentenwoningenmarkt is er groot nog krapte. En we zien dat er daardoor vanuit de vraagzijde gewoon heel veel potentieel is om een product op de markt te zetten met weinig leegstandsrisico's, waar ook relatief goede rendementen gehaald kunnen worden. Wat maakt die markt kansrijk? De vraag is heel goed, dus op het moment dat je een complex hebt, krijg je hem heel makkelijk verhuurd. En moeten we dan aan nieuwbouw denken of aan herontwikkeling? Het kan nieuwbouw zijn en herontwikkeling behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Met dien verstande dat het een fonds is wat wel direct rendement moet opleveren. Dus het is geen ontwikkelfonds. Dus we zoeken wel naar ontwikkelingen die via op een zeer korte termijn een huurstroom kunnen genereren. In april schreven wij over een nieuw fenomeen, althans een betrekkelijk nieuw fenomeen. Namelijk de dreigende leegstand onder maatschappelijk vastgoed. Ja. Welke mogelijkheden zien jullie op dat thema, om te leren van fouten die in het verleden zijn gemaakt? Ja, beter te kijken naar exploitatie. Wat je daar ziet is dat de kansen zeker zijn dat de huisvesting beter kan worden gecombineerd, multifunctioneel. En wat kun je nou zeker leren uit de fouten uit het verleden is dat men onvoldoende heeft gekeken naar exploitatieuitgangspunten. Dus vooral multifunctionaliteit betekent niet altijd dat je alles bij elkaar op kan tellen en dat dat dan in één keer dezelfde exploitatielasten met zich meebrengt. Jullie profileren je als huisvestingsadviseurs en bouwmanagers. En jullie proberen al vaak aan het begin van een traject betrokken te worden. Hoe belangrijk is het dat er al heel gauw aansluiting wordt gezocht bij de behoeften van de eindgebruiker? Ja, kijk. Wij zitten niet heel veel aan tafel met partijen waar de eindgebruiker nog niet aan tafel zit, laten we het zo zeggen. Want wij worden ook vaak ingeschakeld door de eindgebruiker. Ja. Dus wij zitten daar eigenlijk altijd meteen met die eindgebruiker aan tafel. Dus goed te kijken van nou, wat zijn de eisen en wat zijn de wensen. Kun je zo goed mogelijk vanaf het begin af aan de verwachtingen gelijk stellen. Want het gebeurt ook maar al te vaak nog dat de investeerder niet de eindgebruiker is natuurlijk, zeker in het maatschappelijke veld. En als je dan niet gelijk begint met verwachtingen gelijk goed te managen, moet je alleen maar teleurstelling brengen zeg maar, gedurende het proces. Dus die eindgebruiker goed erbij te betrekken, goed te zeggen van nou, waar gaat het allemaal om? Niet te beginnen met van dit is het budget en daar moet je maar op gaan ontwerpen, maar het ontwerp en het budget gewoon gelijk te stellen met elkaar. Eind vorige week zaterdag heeft minister Blok in een interview in Vastgoedmarkt gezegd dat de krimpende woningproductie bij de woningcorporaties, dat die de weg effent voor beleggers. Wil jij reageren op die uitspraak van minister Blok? Kijk, ik vind hem. Ik denk in de totaliteit klopt hij wel. Hè. Dus als de ene natuurlijk wat minder gaat doen, dan ziet de ander wel weer markt en die springt er wel weer in. Maar ik denk wel
Ik maak me daar wel zorgen om. Dus als je ziet dus in wat voor gebieden ook corporaties actief zijn, dus ook echt in die krachtwijken, waar wij ook als ERA heel erg actief zijn, dan zie je toch wel dat wijken zijn die langzamerhand met heel veel investeringen, en heel erg investeren ook in maatschappelijke zaken, dus die wijken langzamerhand weer in de lift moeten zien te komen. En als je merkt dus dat je daar dus ook wel beleggers voorbij moet gaan zoeken, die dat ook begrijpen, maar die dat ook rekenkundig hard kunnen maken. Dus ik denk ja, hè, want dat zijn wijken die over het algemeen waar heel erg veel potentie in zit, omdat er veel ondernemerschap zit. Er zitten veel mensen die dus geen hypotheek kunnen krijgen, omdat ze niet kunnen aantonen dat ze voor de komende jaren ook gewoon een goed inkomen hebben. Maar aan de andere kant kunnen ze wel makkelijk die 800 en 900 euro huur ophalen. Dus er zit een enorme kans in voor beleggers. Maar de vraag is even of ze die kans zien. En als ze die kans zien, kunnen ze dan ook rekentechnisch aantonen in hun beleggingscommissies dat het een goede zaak is. Dus daar maak ik me wel zorgen om. Van hoe snel gaat dat? Job, dankjewel. Erik, dankjewel. Eva, dankjewel.